Oké. Goedemorgen. Ik werk vandaag een dagje van thuis en het voordeel is dan dat je gewoon de pakketjes kan aannemen die arriveren. In mijn vorige vlog heb ik al gesproken over mijn bestelling van HQ Hair en dit is het. Ik heb haarproducten besteld, maar ze hebben dus ook meer beauty, onder andere van DHC, de Deep Cleansing Oil. Ik vond dat de prijzen op HQ Hair toch wel wat voordeliger waren, zelfs voor dit. Er is een grote flacon oliereiniger, haalt alle make-up er fantastisch goed af. En dan wat mijn haarproducten betreft, Joico is een fantastisch merk dat ik al jaren en jaren gebruik en waar ik zeer content van ben. Ik heb twee lijnen besteld. Dit is dus de K-Pak lijn. Eigenlijk is dat een heel herstellende shampoo en dat is ideaal voor elk type haar. Of je het nu kleurt of niet, maakt eigenlijk niet uit. Het is een heel voedende en herstellende lijn die dat echt wel gericht is op broos, breekbaar haar en toevallig ook mijn gekleurd haar. Ruikt ook heel erg lekker. En dan hebben we de groene lijn en die staat voor volume, de body looks. Daar heb ik al de mousse van, de haarmousse, maar dus ook de shampoo en conditioner gekocht om te kijken of dat het meer impact heeft als ik de hele lijn samen gebruik. Ik heb ongeveer tussen de 30 en de 40 euro bespaard door het bij HQ Hair te bestellen. Ik heb er wel ietsje langer op moeten wachten, want het heeft ongeveer anderhalve week geduurd eer het thuis werd geleverd. Ik heb natuurlijk wel niet bijbetaald voor snelle levering. Ja, zo vrekkig was ik dan wel. Maar kijk, alles is netjes aangekomen. Niks is kapot. Niks heeft gelekt in de doos. Dus tevreden. Ik ben net terug van de kapster. Mijn kleurtje is weer helemaal bijgewerkt. Een klein beetje bijgeknipt ook. Maar voor de rest ben ik niet heel avontuurlijk wat het model van mijn haar betreft. Op de achtergrond hoor je mijn droogkast. Die heb ik net even opgezet. Ik ga nu wachten op Timo. Dan gaan we samen boodschappen doen. Vrijdagavond, dus tijd voor boodschappen. En dan gaan we ervan profiteren om wat sushi mee te pakken. En dan kunnen we dat al meteen opeten. Moeten we niet koken vanavond. Morgen gaan we naar een verjaardagsfeestje. En het is in elk geval vandaag al een prachtige, zonovergoten dag geweest. Het was mijn bedoeling om eerder te beginnen vloggen. We zijn namelijk in het midden van een verhuis met het werk. En ik ging mijn verhuisdozen vloggen. En hoe dat ik mijn computer en mijn eerste verhuisdoos zelf naar mijn nieuwe bureau bracht. Maar er kwam nog een dringend dossier tussen. En dan in één keer moest ik mij haasten om dan die verhuis te doen. Want ik moest dan onmiddellijk door naar kapper. En ja, het was echt wel een kwestie van timing. Dus ik had geen tijd om nog even de camera uit te halen en dat allemaal vast te leggen. Voilà, nu ga ik even een raam openzetten. Want het is echt warm. Een beetje frisse lucht mag er binnenkomen. Genieten van het zonnetje. Goedemorgen, intussen is het zaterdagmiddag. We hebben deze ochtend in de tuin gewerkt. Zeer trots op wat we bereikt hebben. Het was nog eens tijd om de grassen te snoeien en de kanten te maaien. En de dingen die nodig zijn in de aanloop van de lente, nu dat alles terug begint te groeien. Jammer genoeg is het zonnetje vandaag niet van de partij, maar dat gaat ons niet tegenhouden. We gaan waarschijnlijk lunchen bij de Foodmaker. Dat is wel gemakkelijk. Dat is met zo'n warm en een koud buffet. En je kunt dan een beetje kiezen van alles wat, of koud of warm, of alle twee. Ik ga meestal voor een combinatie van de twee. En dan gaan we deze avond naar een verjaardagsfeestje van mijn vriendin. Die verjaart morgen, maar vanavond worden we bij haar thuis verwacht voor een etentje onder de vrienden. Dus dat is altijd plezant. Haar cadeautje ligt boven al helemaal klaar. Straks nog even het kaartje erbij zetten en dan zijn we helemaal gezet. De outfit van vandaag is eigenlijk dezelfde als gisteren. Jas, sjaal, zwart kleedje. Oeh, wacht. Zwart kleedje. En dan helemaal onderaan de knielaarzen. Voilà, op naar de lunch.
Oké, dus hier zit het verjaardagscadeautje. Dus een beetje een mengeling van tissue maskertjes. Voor het gezicht, maar ook voor de ogen. En dan deze leuke dingetjes van de Flying Tiger. Allemaal in kattenthema. Dus het zijn ontbijtkommetjes. En zo hebben we ook theemokken. Dan heb ik daar nog zo wat extra skincare productjes bij gedaan. En onder andere een leuk lente nagellakje van Lancôme. En dan gaat de tekst erop. Die van. Nu nog alleen een geschikt kaartje vinden. Ik heb zo een hele bundel kaartjes die ik vooral bij Kiki K in Londen gekocht heb. Omdat ik dat gewoon toffe kaartjes vind. En dat komt altijd van Bas. Eens kijken. Kijk, zoiets. Birthday wishes. Altijd mooi. Deze vind ik ook leuk. Your magic. Hier. Cat people are the best people. You are awesome. It's your birthday. Treat yourself. En dan een standaard happy birthday kaartje. Maar ik denk dat ik... moeilijk, want ze is wel een crazy cat lady. Dus ofwel ga ik voor een kattenkaartje. Ofwel de treat yourself. Omdat ze wel net als mij van haar luxe handtassen houdt. Moeilijke keuze. Ik ga toch voor de birthday card. Party! Good job! Zondagmiddag, het zonnetje schijnt heerlijk. We hebben wat huishoudelijk werk gedaan, de auto's zijn gewassen en nu staan we hier. De Japanse tuin is open, uitzonderlijk vandaag, normaal pas later. Maar omdat de bloesems, de kerselaars in bloei staan, zijn ze open. En jawel, jawel, ik wou komen kijken. Als je in Hasselt woont, één tip. Zorg zeker voor de uitpas, want dan kan je altijd gratis binnen in de Japanse tuin. En hoef je eigenlijk ook niet aan te schuiven om een ticket te kopen. Heel leuk. Roze bloesems, de perfecte kleur. Instant lentegevoel, het zonnetje schijnt. Helemaal happy. Ja. De stad binnengekomen. Het is shoppingweekend, dus alles is open vandaag. We zijn komen even bij Trebijk. Zoals de naam doet vermoeden, Belgische gerechtjes. Dus we zijn alle twee voor stoofvlees met bruine daffy gegaan en kroketjes. Helemaal zondags Vlaams. Het gebeurt niet vaak dat de koffiecafé open is op zondag, dus ja, daar moeten we dan natuurlijk meteen van profiteren. De Full Moon Cappuccino was met witte chocolade.
Altijd lekker. En dan onweerstaanbaar de kaastaart hier. Dit is met framboosjes en speculaas. Ziet er heerlijk uit. Terug thuis en in de slaapkamer met mijn apparatuur en met een hele race opgemaakte producten. Ik ga even een filmpje opnemen. Het zonnetje schijnt nog, dat is nog allemaal mogelijk. En dan heb ik weer een filmpje dat ik straks kan bewerken. Het is echt heerlijk weer buiten. Het is best koud, maar in het zonnetje, ja, dan warmt alles meteen op. Fantastisch. Zo mogen de weekends zeker verder gaan voor mij. Alright, even op adem komen. Ik heb net gesport. Mijn excuses voor het zweterige gezicht. Het is eventjes heel warm. Weekend-ish. Want vrijdag in de late namiddag. Dus ik mag zeggen dat mijn weekend intussen is begonnen. Mijn sportritueel. Ik probeer het de laatste, ja, toch wel weken, bijna maand, goed vol te houden. Mijn challenge was eigenlijk om... Ik ben zo de laatste week van februari begonnen. Om in maart heel regelmatig te sporten. Want ik heb in het verleden nog wel regelmatig mijn sportactiviteit proberen bijhouden. Maar altijd met hoogtes en laagtes. Dan was ik goed bezig, dan viel ik weer helemaal uit het ritme. Dus ik wou proberen om niet dagelijks, maar toch wel een aantal keer, 4-5 keer per week te sporten. En een beetje door de week op mijn eten te letten. In die zin dat ik zou proberen om 's avonds niet te veel chocolade en koeken te eten. Want ja, ik ben wel een zoete kou. Allee, eigenlijk, ik eet alles graag zoet en hartig. Maar... als ik door de week een klein beetje zou proberen opletten, wat dat dan eigenlijk zou geven, zou ik afvallen, zou ik strakker worden, zou ik mij beter voelen door al het sporten. Want ik ben geen echt sportmens, geen sportliefhebber. Op voorhand heb ik nooit het gevoel van, yeah, ik mag gaan sporten. Achteraf, zoals op dit moment, voel ik mij natuurlijk wel altijd trots op mezelf. Ook al doe ik maar een half uurtje, het is toch een half uurtje beweging waarmee ik mijzelf en mijn lijf eigenlijk wel een cadeau doe. Dus achteraf altijd wel content, maar op voorhand, nee, ik ga nooit de persoon zijn die echt wel blij is dat ze mag gaan sporten. Dus dat was een beetje mijn idee om dat als uitdaging voor mezelf te stellen. Ik ben nu een goede maand bezig qua gewicht, dus echt cijfertjes op de weegschaal. Goh, nee, eigenlijk heb ik niet echt vooruitgang gemaakt. Ik bedoel, er zijn geen cijfertjes afgegaan. Waarschijnlijk is dat ook wel omdat je door te sporten wel wat meer spieren kweekt. Je weet het wel, spieren zijn zwaarder dan vet. Maar in elk geval, heel veel resultaat op de weegschaal merk ik niet. Ook op andere vlakken geen spectaculaire resultaten. Ik merk wel dat mijn kleren, ja, misschien ietsje beter zitten. Dus waarschijnlijk heb ik ergens toch wel een half centimeter of zo verloren. Dat is nu ook zeker niet de bedoeling om echt heel veel af te vallen en kledingmaat te verliezen. Het was gewoon het idee van, wat kan ik bereiken door mezelf wat fitter te voelen en door een klein beetje op mijn eten te letten. Nu, uiteraard, I love food. Dus vrijdagavond is onze Friday. Frietjesdag, die gaan we zeker niet laten schieten. Maar dat is wel een beetje de balans die ik zoek om een beetje te sporten en op mijn eten te laten, maar tegelijkertijd mijzelf zeker geen beperkingen op te leggen, want ik vind dat dat niet werkt. Als je zo heel streng gaat diëten, dan heeft dat altijd een terugslag op een of andere manier. Ja, let je heel erg hard op, maar dan op een gegeven moment val je terug in het normale patroon en dan kom je weer bij. Dus eigenlijk is het dat normale patroon dat ik een beetje wil in balans brengen door regelmatig te sporten. Dus dat was mijn sportchallenge. Dat is ook de reden dat ik nu in mijn tenue zit en het zweet van mijn voorhoofd veeg. Dus ik ga mij nu eventjes opfrissen en dan is het straks wachten op de frietjes. Kan ik ook nog een beetje bloggen. Het is heel mooi weer, dus misschien kan ik nog wat foto's trekken. En ook morgen zou het heel mooi weer zijn. Dat is ideaal weekend. En er is ook een bloemenfestival in Hasselt. Morgen kan je gratis tulpjes gaan plukken. Dus we gaan proberen op tijd er naartoe te gaan. Ik denk wel dat daar veel mensen op gaan afkomen. Iedereen houdt wel van bloemen en zeker gratis bosjes, verse bloemen. Maar ja, we zullen wel zien. Dus vandaag eerst frietjes. Maar voor we zover zijn, even de badkamer in. Goedemorgen, het is een hele fantastische zonnige zaterdag. Dus we gaan ervan profiteren, want blijkbaar zou het morgen alweer beginnen regenen. Vandaag geen huishouden, gewoon optimaal naar buiten genieten van het zonnetje. Onze terrasstoeltjes staan ook al buiten, dus we kunnen echt wel gewoon genieten van de zon. Zoals ik gisteren al zei, gaan we vandaag proberen om voor de gratis tulpjes te gaan aan het Hasseltse stadhuis.
De vraag zal zijn hoeveel dat er nog over zijn. Maar we gaan ons best doen. We gaan een keer langs gaan en kijken of dat er nog tulpjes aanwezig zijn. Ik ga jullie ook nog snel even mijn outfit laten zien en dan zijn we weg. Aangezien het nog maar één dagje heel schoon weer is, ga ik volop voor een frisse outfit. Dus een wit zijden hemdje en mijn zilver metallieke plooirok met zilveren schoentjes eronder. Het is misschien een beetje heel erg toon op toon, maar I love it. De make-up is trouwens van het Urban Decay Backtalk palet. Ook de blush en de highlighter. Dus ja, echt wel buiten mijn comfortzone, want het zijn van die hele warme kleuren. Maar ik had wel zin om een keer te experimenteren. Ik vind het een beetje glam. Een beetje een Instagram look. Maar aangezien de rest van de outfit heel erg sober is, vond ik dat het wel kon om voor zo'n een meer diepere rode, roze smoky eye te gaan. Bon, één ding is zeker. We zijn zeker niet de enige die hier tulpjes komen plukken. We hebben al enkele mensen met een bosje tulpen zien lopen. En ook daar zie ik heel wat mensen cirkelen rondom de bloemen. Dus we gaan eens kijken. Onze buit, 10 tulpjes per persoon en we zijn voor een mengelingske van kleuren gegaan. Het is trouwens ook carnaval blijkbaar in Hasselt op dit moment. Dus deze meneer staat hier te pronken op de grote markt. We zijn terug bij de Foodmaker beland. Bij gebrek aan andere plekjes en hier een plaatsje op het terras. En lekker en gezond. Smakelijk. Dus we hadden goesting in een ijsje en Timo kende nog een adresje naar het schijnt beste ijs uit Diepenbeek. En eventueel omstreken, het Keizelkremke. Het is hier de boer buiten, the middle of nowhere. Een piepklein straatje. Maar ja, ik veronderstel dat we hier wel lekker ijs gaan vinden. Keizelkremke is echt wel goed gekeurd. Super lekker, super vers. Ik heb een standaard genomen aardbei. Dat is wel de klassieker. Als ze die goed doen, dan weet je dat het goed zit. En hun eigen specialiteit, keizelkrokant. Zo wat Ferrero Rocher-achtig. Goedemorgen, we zijn op pad. We zijn net boodschappen gaan doen. En nu is hier in de buurt ook een zondagse markt. Ik heb denk ik mijn vorige vlog gezegd hoe ik dat accidentje had met de stofzuiger en het roestvrij molenmesje te vinden. Pak er meteen eentje extra mee. Gewoon voor het geval dat ik nog eens zo'n stunt uithaal. We zijn terug van de boodschappen en van de markt. Het mesje is gevonden. En nu gaan we voor een lunch met toast, geitenkaas en pancetta. Smakelijk. Alright, het eten van vandaag. Domino's pizza, geleverd en wel aan huis. Ik ben voor de cheeseburger pizza gegaan. Dat klinkt verschrikkelijk raar, maar dat is echt wel heel erg lekker. Er zitten ook augurkjes op en zo. En ja, super lekker. Het is een tijdje weg geweest, maar ja, een paar weken geleden heb ik gezien dat hij terug in assortiment was. Dus vandaar mijn keuze. En Timo heeft de classic genomen barbecue chicken. Zo, deze is voor Timo. Maar ik ga uiteraard ook wel een stukje proeven. En dan mijn cheeseburger pizza. Maar volgens mij zijn ze vergeten. Er moet nog een sausje op. Ik denk dat ze het sausje vergeten zijn. Oké, niet erg. Toch smakelijk.